Dames en heren, graag heet ik u allen hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergendal. Heel speciaal wil ik allereerst de vertegenwoordigers van de verenigingen welkom heten. Het is jullie inzet op het gebied van sport en natuur, historie, cultuur, educatie en vele andere terreinen die kleur geven aan onze mooie gemeente. Dat we hier op een van de mooiste stukjes Nederland wonen, dat kan iedereen zien. Maar dat we het hier niet alleen mooi hebben, maar dat we hier ook goed kunnen wonen, dat danken we aan jullie. Welkom ook aan alle vertegenwoordigers hier aanwezig van het bedrijfsleven. Samen zorgen de ondernemers van de gemeente voor een plek waar het goed werken, recreëren en winkelen is. En bijzonder welkom ook, ik heb gezien dat ze er zijn, aan de vertegenwoordigers van brandweer en politie. Het afgelopen jaar hebben jullie je wederom zeer actief ingezet voor de veiligheid van de inwoners van Bergendal. Niet zelden bij nacht en ontij. Heel fijn om jullie ook onder andere omstandigheden hier vanavond te mogen zien. En ook alle andere aanwezigen wil ik graag begroeten. Alle leveren jullie op elk op eigen wijze een bijdrage aan onze samenleving, aan ons samen leven. Samen zijn wij Bergendal. En ik ben ook blij om met jullie samen het nieuwe jaar in te kunnen luiden. En dat we dit nieuwe jaar ingaan op de Holthurnshof is niet geheel toevallig. We staan namelijk vlakbij het geografisch hart van onze nieuwe gemeente. Het echt nieuwe is daar natuurlijk al een beetje af. We gaan het tweede jaar van de gemeente alweer in. Maar de naam Bergendal is dat natuurlijk wel. Zelf ben ik inmiddels een aantal maanden aan de slag. Mijn benoeming volgde 9 maanden op de herindeling van Minningen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek. En misschien kleurt dat later instappen wel mijn beeld. Maar naar mijn idee is de hele herindeling toch vrij soepel verlopen. Zo hoort het natuurlijk ook te zijn.